Oh yes, oh, stop joh. Het gaat niet lukken. Oh, oh. Knol Power. I make it. Dat is hardekeet. Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben echt net uit mijn bed gekropen. Heb heel snel gedoucht, heel snel mijn pet opgedaan. Een heerlijke flap brood gepakt met een stuk ham erop. En lekker wat te drinken. En ik ga heel even op pad. Ik ga namelijk naar huis. Ik weet trouwens niet of veel mensen het kunnen. Gewoon brood pakken zonder boter op. Gewoon even snel ham erop flikkeren. En dan gewoon meenemen en opeten. Sommige mensen moeten per se het mooi helemaal belegd hebben met boter en al. En ik heb zoiets van ja, fuck it. Ik heb gewoon trek. Ik heb eten nodig. En ik heb haast. Dus gaan met die handel. Eet smakelijk. En drink smakelijk. Ook al is dat geen woord. Oh, latte macchiato caramel. Mijn schatje. D is natuurlijk ook mijn schatje. En die heb ik dan ook weer even opgehaald van school. Wow, dat was echt enorm snel. Nu al. D die heeft niet zoveel les. En leg jij nou eens even aan de kijkers uit hoe dat precies komt. Ja, ik doe dus VAVO-onderwijs. En dat staat voor volwassen onderwijs. Maar het is niet helemaal volwassen. Kijk, iedereen die er zit is wel 18. Of soms 17, met uitzondering. Wij gaan daar naartoe omdat we eigenlijk nog maar een klein deel moeten halen van ons jaar. Dus ik moet bijvoorbeeld nog maar één vak voor één vak een 5 halen. En dan is het zonde om dat hele jaar weer opnieuw te doen. En al die examens ook weer opnieuw te doen. Dus ik doe nu maar 2 vakken. En dat is maatschappij, wetenschap en economie. En klinkt heel interessant. Die vakken, ja, het is best interessant. En die vakken die doe ik dan maar 8 uur in de week. Dus ik heb iedere dag heb ik eigenlijk niet langer les dan 1,5 uur. Dus iedere dag heb ik maar 1,5 uur les en ik ben 1 dag vrij. Daardoor heb ik dus wel heel veel tijd over. Dus daarom kunnen we veel leuke dingen doen. Ja, super tof. Dus we gaan lekker naar mijn huis toe. En dan gaan we even bezig met wat leuke cadeautjes die jullie ons hebben gegeven gisteren en eergisteren tijdens de meet and greet. Dit is er al één van. Van Britt. Super bedankt Britt. Ik vind hem echt super cool. En vooral de gitaar is echt mega goed gelukt. Ik kan echt niet zo mooi tekenen. Ik ook niet. Ik vind het bizar dat jullie zulke mooie tekeningen kunnen maken. En daarom gaan we ze ook allemaal laten zien. Deze is ook super vet. Ook van Britt. Minecraft poppetje als een baas. Oh yeah, we hebben een, lijkt wel een taartachtige doos. Oh, kan je er doorheen kijken? Nou, er zat een gat. Ik dacht misschien is het een kijkdoos, maar je ziet niks. Daar! Nou, schat. Je ziet niks. Ik vond dat vet leuk om de basisschool kijkdozen maken. Oh, dat was echt super cool. Niet kijken. Oh, niet knippen. Oh, niet knippen. Ik dacht niet kijken, dat is wel heel raar. Ja, dat is moeilijk. Oh, sappige mannen, de traanman. Oh yeah, shout-out naar Jeremy. D en Enzo en D-Power. Ik mag niet knippen. Oh ja, weer een cadeautje, hey. Oh, weer verpakt, hey. Oh, maar ze heeft ook allemaal plakband gedaan, wat jij ook altijd doet. Oh my god. Yay, alweer. Yay. Alweer. Kijk. Oh, nice. Dit doe ik als je hem hebt uitgepakt, oké? Okay? Dan krijg je applaus. Ja, kom op, man. Wat is dit? Als mogelijk. Ja, alweer een cadeautje. Wat is het? Oh my god. Het nou, is een bandje met knolpower erop. Check. Ah, ik heb pas iets liefs gekregen. Kijk nou, hoe lief. Ah, een hartje. Met achterop mijn naam. Ah, fucking hell. Party motherfuckers! Was dat trouwens? Ik word aangevallen door de kast. Door de kast. Je hebt confetti op je tand. Echt? Ja, het is weg. Ik had tijdens het optreden een meisje die een confetti kanon afschoot. Ja. En dat kwam in mijn mond tijdens het zingen. Oh ja. Dus ik zo. Ja. Hier blijven. Afblijven en niet meer aanraken. Ik heb een piep in mijn oren. Ik ook. Het volgende. Oh, het volgende. Het zit weer in. Dit is van mij. Dit is mooi ingepakt. Dat betekent dat er iets leuks in zit. Dat moet wel. Wow. Oh, dat is niet voor jou. Watermelon River mini shower. Allemaal voor Deetje. Ik hoop dat je weer helemaal beter bent. En ik vind het geweldig dat ik jullie vandaag kan ontmoeten. En ik hoop... Ga verder, het is een feestje. Liefst van Charelle uit Alkmaar. Yay! Jullie zijn super tof. Nee, dit is echt zo'n kutte.
dit die knikkers zijn... die je nooit meer uit je fucking kleren krijgt. Dit is echt kloten. En nou blijf je van die dingen af. Klaar. Echt een sukkel ben jij gewoon. Wow! Check dit! Day! En check deze! Oh knol power! Oh nice. Mijn god, deze komen in de knol. Yes. Sowieso. Shout-out naar Amber en Rosalie. Voor de allerliefste Day. Snoepjes! Ah. Oh. Lieve Day, snoep is altijd het beste medicijn. Liefst Dino en Louise. Ah. Hoppakee, we gaan gewoon tegelijk openmaken. Ik heb lippenbalsem gekregen. Wow! Oh! Wow! Voor Day. Snoepjes! Oh mijn god, ik zie al dat dit een partypopper is. Nee, Day, dit... Jij hebt die dingen... Ik pest de hele video. Situatie van leven of dood. Situatie van leven of dood. Ik wil de tekening. De tekening. Dit is de tekening. Shoutout naar de maker van de tekening. Ja! Woehoe! Ja! En een feestje. We hebben nog maar zo heftig gevochten. Oh. En we gaan weer verder. I'm so fancy. I'm so fancy. Hou maar op, ik blijf erbij. Dan zij met mij gaan zingen in een meidengroep. Beeld, pas op, straks is het breekbaar. Dan staat er wel op breekbaar. Ja, hier staat op breekbaar. Ja. Eeuw. 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 Nou moet je ophouden. Hè? Ik moet het vanavond ook nog aan. Auw. Voorzichtig openmaken. Oh, het is voor mijn gezicht. We hebben dit gekregen van Quinty, een supertrouwe kijker/fan. Oh, dat is komkommer. Wow, kijk, een belletje. Waarom maak je dat nou meteen open? Gewoon een belletje kwam. Oh, kijk. Oh, wow. Oh, ruik je dat? Het zit allemaal op je broek. Oh, shit. Nou, en ik wil gewoon komkommersalade op mijn gezicht. Ik heb altijd al salade op mijn gezicht gewild. Oh. Oh, ik ben helemaal groen. Ik word Shrek. Oh, Shrek, motherfuckers. Oh my god, kijk dit. Oh. Je hebt dit ook gekregen. Oh, wat is dat? Wow! Dat vet is super armbandjes. Cool. Holy shit, deze zijn echt vet leuk. Ik heb hem nog niet geschoren en dan is het altijd kut zoiets. Maar ik ben zo enthousiast. Ga ik even door met de cadeautjes, ja? Ja. Yeah. Oh my god, knol power. Yeah. Oeh. Wow. En dit hebben we gekregen. Ik ging van... zitten en er kwam al een confetti omhoog. Je moet wel op blijven letten. Oh, je hebt helemaal geen groene gloed over je gezicht. Ja. Dit hebben we gekregen van Tara. Super lief. Tara! Woe! Wauw, check dit. Check dit! Wow! Eel. Eel! Dat is zo naar als iemand het doet. Ja. Kijk deze. Wow, dat is vet. Dat is zo'n 3D. Ja. Dat is super cool. Check. Nice. Oh, fucking hell. Oh shit, je hersenschudding. Oh my god. Oh fuck. Kom, sla me. Auw, auw, auw. Oh, kijk, dit zijn wij. We zijn aan het zoenen. Kijk. Wij zoenen nooit. En hier knolpower, dankjewel. Shoutout naar Lieneke hiervoor. Wat is het? Oh, jij hebt vast, het vast. Oh my god. Fucking hell, dit is super ziek. Zo, hier zit veel tijd in ook. Dit is echt super ziek. Oh, kijk, dit is dezelfde groen als ik op mijn gezicht heb. Groetjes aan Yildiz. Daarvan hebben we deze super toffe tekening gekregen. Oh yeah! Dit is een dikke vette beam! Oh my god. Dit is zo cool! Knolpower. Knolpower, knolpower en dikke vette beams. Wat wil je nog meer? Oh, wow, wat is dit? Oh, misschien, oh dit is breekbaar. Voorzichtig. Oh, breekbaar. Ik dacht er zit een drol in, want het is helemaal met wc-papier. Oh. Kijk, een leuke foto. Lieve Enzo, ik was zo super blij toen ik je tegenkwam. Echt heel erg bedankt dat je zo lang de tijd nam en de foto op Instagram hebt gezet. Dat was toch wel een hele grote droom van me en je video's zijn zo leuk. Je moet echt trots zijn op wat je allemaal hebt bereikt.
Ik heb iets voor je gemaakt en ik hoop dat je het leuk vindt. En ik hoop je weer snel te zien. Liefs, Annelien. Dat is een hele mooie tekst, Annelien. Tromgeroffel alsjeblieft. Niet van jou. Van de video. Tromgeroffel. What a fucking knolpower. En dit is ideaal voor kerst. Mooie versiering. Dankjewel. En voor een knol. Oh my god, dit is super zwaar, joh. En toen viel de camera uit. En we hadden het niet door. Omdat we zo enthousiast waren. Payback! Holy shit! Wow! Wow! Schrok je? Zag je dat niet? Fucking hell. In ieder geval, we hebben het cadeautje al uitgepakt. Bam! Super cool. Dus het is gewoon van alle stukjes tape gemaakt, hè? Ik vind hem zo gaaf. Het is echt heel awesome. Deze gaat een mooi plekje krijgen in de knolhol. Dit is een etui met allemaal foto's die een fan met ons heeft gemaakt. Wow. En toen op een etui heeft laten zetten. We hebben dit gekregen van Kaya, super lief. Nice. Ik had je door. Ik had je door. Wat heb jij daar? Wat heb jij? Wat heb jij, Enzo? Ik heb een wapen, hè? Ik ben niet bang om hem te gebruiken. Wat doe je? Ik zie wat je hebt. Ik zie het. Ik zie het. Ew, ik meen het. Het doet echt zeer. Het doet echt zeer. Helemaal niet. Geef hier. Ik ga op jou slaan nu. Ik moet het altijd echt bij jou doen voordat je het gelooft. Wow. We hebben spinnenweb in huis. Oh my god, dit is magisch. Maar het was zo'n leuk dingetje. Oh, huh? Hij zit om de hoek. Oh my god. Heel hard trekken. Wow, hij zit daar. Wow. We hebben net allemaal nieuwe spullen. Moet je niet meteen alles kapot maken? Oh mijn god. Ja, dat bedoel ik dus, hè? Ga maar weer gewoon rustig op je stoel zitten, oké? Ja, mama. Het knolpowerboek. Wat staat hierin? Oh. Oh my god, check deze tekening. Wow. Deze tekening zit er nog in. En deze. Wow, die is echt gaaf. Echt heel erg awesome. Hey Enzo en D. Haha, dat rijmt een soort van. Hey Enzo en D. Dat rijmt. Oh, ik denk al, hè? Ik weet zeker dat de mensen waar die ook dachten, hè? Ik vind jou de beste YouTuber omdat je me elke keer weer laat lachen. En omdat je veel mensen helpt of hebt geholpen, waaronder mij. Ik zat niet zo lekker in mijn vel en ik werd gepest, maar door jou ben ik me weer lekker gaan voelen. En ik kwam voor mezelf op en ik word niet meer gepest. Ik wil je daarvoor bedanken met deze fanmail. Dikke kus, Demi. Ah, wat lief. Ik vind het echt super tof, Demi. En heel erg leuk dat je nog steeds kijkt naar mijn video's. En dit vond ik echt geniaal. Ik heb gewoon van een kijker fucking latte macchiato gekregen. Mijn lievelingskoffie. En dan karamelsmaak. Oh, zo tof. Hoe bedenken jullie het? Geniaal. Hier is een cadeautje voor jou. Oh. En hier is nog een cadeautje voor mij. Oh my god, dit is geniaal. Wat is dat? Dan kan je je ei in bakken. Echt? Ja. Dit is ook geniaal. Oh. Geniaal, snoepjes. Oh my god. Hier kan ik dus het ei in doen en dan krijg ik een lichaam? Ja, superleuk, hè? Wat? Echt geniaal. Dat is echt geniaal. Dit zijn alle spulletjes die we hebben gekregen. Het waren echt superveel spullen. Heel erg bedankt, dames en heren. Jullie zijn echt de fucking beste. En dat mag vaak genoeg gezegd worden. En ik wil nu echt deze shit van mijn gezicht af hebben. Oh, kan ik het er al afhalen? Ja. Oh god. Ja, maar het onderste deel echt nog niet hoor, want er hangen allemaal druppels aan je kin. Oh, ik heb het veel te dik opgesmeerd. Oh. Oh, dat voelt zo. Oh. 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 Holy shit. Ja, er is best wel veel van afgekomen. Oh, gelukkig. Alsnog even mijn gezicht gaan wassen. Ja, en je baardje scheren, dat mag ook wel weer. Ja. Dit is niet het enige wat we aan over hebben gehouden. Er is namelijk nog veel meer troep. En zo die heeft net beloofd dat hij dit ging opruimen. Dus. Ja, ik heb er spijt van. Dit is echt vet veel. En er hangt zelfs nog één stukje aan het plafond. Oh my god. We zijn even omgekleed. Helemaal weer partypopper vrij. En we zijn klaar
om uit eten te gaan met z'n tweeën gezellig. D gaat op de fiets. Ik ga op mijn knolpauwbord. Oh yes, oh, stoepje op. Het gaat niet lukken. Oh, oh. Oh shit, oh. Oh my god, ik ben ervaren. We hebben er heel erg veel zin in. We hadden meegedaan met zo'n soort spaaractie. En dan kon je met korting uit eten. Fuck yeah. Oh. Oh my god, dat was zo'n harde val. Ik ben nog nooit ergens heen gegaan met zo'n bord. Nee, maar je kan hem ook niet echt op slot zetten in de fietsenstalling. Nee. Nee, dat gaat sowieso niet. Oh shit. Oh shit. Oh, oh. Sommige kleine, zulke kleine stukjes red je nog net. Maar als het dan hoger wordt, dan red je het niet meer. Nou, Deetje, zitten we dan? Met onze winactie. Winactie. Ja, ik noem het maar gewoon winactie. Hier in een heel leuk restaurantje. Hartstikke gezellig. Kaarsjes, alles erop en eraan. Ik ga de eerste hap nemen. Een prachtige vrouw. Carpaccio. Neem je eerste hap. Maak de kijkers maar weer jaloers. Oh, goddelijk. Wij nemen eigenlijk 9 van de 10 keer als voorgerecht carpaccio. Voor de mensen die het nog nooit hebben gehad, carpaccio, probeer het eens. Echt een aanrader. Hi. Hi. Wat heb jij voor lekkers? We hebben het hoofdgerecht. Ik heb kogelbiefstuk. Het ziet er super lekker uit. Oh, dat is zo lekker. Kijk, even dat kaarsje erbij zo. Oh, romantisch. Oh, goddelijk. En we hebben patat. Ook heel erg romantisch. Oh, een dikke vette hap mayo. En we hebben hier nog gezond sla. En ik heb zetel. Super lekker. D heeft allemaal ijs. En ik dacht, ik hoef niet. En D dacht, ik wel, want ik ben een vreedzak. Nee, grapje. Ik heb ook genomen. Yeah, dit is witte chocoladeijs met chocolademousse. Oh my god, zo lekker. Kijk, het is de bedoeling dat je deze even hierboven legt. En dan straks opeet. Dat is niet de bedoeling. Niet de bedoeling? Oh. Ik dacht, dan wordt hij lekker krokant. Hij is hij al. Oh, hij is al krokant. Lekker. Ja. Ja. Op een schaal van 1 tot 10, hoe erg geslaagd was dit etentje? 11. Oh, en dat is je geraden ook, want ik heb betaald, bitch. Oh. Nee, dat was echt super lekker. Dus we zitten helemaal propje vol. We wilden eerst vroeg gaan slapen, maar toen dachten we, nee, we zitten dus nog zo vol, dat gaat ons nooit lukken. En toen kwam ik in één keer dit leuke spaarpotje tegen die D laatst heeft meegenomen. Er staat in case of emergency, break glass op. En dat houdt in, dus als er heel erg veel paniek is, dan sla dat kapot en dan kan je het geld eruit halen. Ik heb zo net met briefgeld betaald bij het etentje. Dus ik heb wat kleingeld teruggekregen en dat ga ik eventjes hierin doen. Het lijkt me super tof dat elke keer als ik thuis kom en ik heb wat kleingeld in mijn portemonnee, dan ga ik dat gewoon hierin doen en deze zet ik dan hier zo neer. Dat is gewoon leuk als decoratie, ja. Yeah. 2 euro. Hoppakee. En sparen heb ik altijd geleerd van mijn moeder. Op een hele jonge leeftijd kon ik dat echt nog niet. Nu kan ik dat gelukkig wel. Mijn vraag is aan jullie, kunnen jullie een beetje sparen? Of moeten jullie altijd alles uitgeven wat jullie krijgen van bijvoorbeeld je ouders of je opa en oma of verjaardagsgeld? Want nu willen heel veel mensen natuurlijk een PlayStation 4 of een Xbox of een dikke gamecomputer. Zodat ze ook YouTube kunnen gaan doen en video's kunnen opnemen en een goede webcam en een goede microfoon. En krijgen jullie dan nog wel een beetje de kans om te sparen? Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat doen. Laat het weten hieronder in de reactie. En misschien kunnen andere mensen daarvan leren, van hoe jij kan sparen. Of hoe jij aan het sparen bent. Dames en heren, ik ga heerlijk slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet dan niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En hopelijk checken jullie toffe kijkers morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette, peace! Knol Power!